Een naïeve kunstschilder houdt absoluut geen rekening met perspectief. Die houdt ook geen rekening met verhoudingen. Alles wat belangrijk is, schilderen ze groter. Dat is dus ook een kenmerk van zijn werk. Ze schilderen ook nooit overlappend. Als er nou bijvoorbeeld twee koeien naast elkaar staan, dan schildert een naïeve kunstenaar ze boven elkaar of naast elkaar. Of die, dat gaat, overlapt elkaar nooit. Kun je het vergelijken met kindertekenen? Ja, een kind zal dat ook doen. U hoorde zo even mevrouw Middelkamp, gids en beheerster van het museumpje. Vroeger de buurvrouw van de naïeve schilder Ruud Wiersma. Wie was hij? Ruud Wiersma is in 1904 geboren in Rinsmergeest. Zijn vader was landarbeider. Volgens de verhalen van mensen die hem gekend hebben, was hij vroeger ook al een beetje een obstinaat jongetje. Hij was 12 jaar. Toen is hij door een ziekte helemaal kaal geworden. Dat moet heel erg geweest zijn voor zo'n kind. Ik bedoel, maar andere kinderen zijn verschrikkelijk breed. Hij is daar ontzettend mee geplaagd. Hij was dus 14 toen zijn moeder gestorven is. Die is verdronken. Hij is toen naar Den Helder vertrokken. Dat was in de crisisjaren. Hij is daar handelaar geworden in tweedehands spulletjes. Hij heeft een oude Singerbakfiets gekocht. Ja. En daar laadde hij zijn spulletjes op en dan ging hij dus de boer op. In het begin van de oorlog is hij naar de Wieringermeer vertrokken. Daar is hij landarbeider geweest. Hij is later dus opgepakt geweest en naar Duitsland gevoerd. Daar heeft hij, ik weet niet hoe lang, maar behoorlijke tijd is hij te werk gesteld geweest in een fabriek. Na de oorlog kwam hij terug en toen is hij een tijd lang in de Noordoostpolder geweest, bij die ontginning van de Noordoostpolder. Hij zat toen vlakbij Vollenhoven in een kasthuis. En in ongeveer 1954 is hij deze kant weer opgekomen. Toen is hij hier in Bedaard komen wonen en is hij hier melkvader geworden. Hij is gestorven in 1980, december 1980. Toen was hij dus 76 jaar. En wanneer is hij echt bekend geworden? Dat was vooral na die televisieuitzending. Dus hij heeft eigenlijk nog maar 2 jaar echt van zijn roem kunnen genieten hier. Maar in ieder geval, hij heeft het nog meegemaakt. Er zijn heel veel mensen, heel veel kunstenaars die dat niet meemaken. Maar ja, na die televisieuitzending toen kreeg hij echt ontzettend veel aanloop en waardering voor zijn werk. En zag je hem ook regelmatig wat iets van hem in de krant. En daar genoot hij van? Ja, verschrikkelijk. Ja, hij vond het heerlijk. Eindelijk erkenning. Zo heeft Ruud Wiersma hier dus gewoond. Hij was al 60 jaar geweest toen hij echt intensief begon te schilderen. Hij heeft daarvoor verschillende pogingen ondernomen, maar daar woonde hij in huurhuizen of op kamers. En hij had de gewoonte om op de muur te schilderen. Dus dan duurde dat in de regel niet zo lang, dan was de huisbaas er en dan was het afgelopen. Hij heeft toen deze beide huisjes gekocht. Dit waren 2 huisjes, wij hebben de bedstee en de muur doorgebroken, we hebben er nu 1 van gemaakt. En hij woonde in dit gedeelte. Hij woonde hier nog maar pas, toen ontplofte zijn oude oliekachel en was alles zwart geworden. Toen moest er dus wat gebeuren. Hij heeft zachtboord op de muur gekregen, een behangetje laten plakken en is begonnen met de deuren in deze kleuren te schilderen. En dit noemde hij zijn rock'n'roll kleuren. En toen hij daarmee bezig was, dacht hij, het is nu mijn eigen huis, ik kan nu doen en laten wat ik wil. En zo heeft hij hier de 4 jaargetijden geschilderd. Hij is hier begonnen met de winterwand. Sneeuw en ijs. Hier ziet u een korte baanwedstrijd voor dames. Met de baanveger en het koek en zopie. En daar in het hoekje is nog een circuitje met wat arreslees. Over die sneeuw heeft hij 12 uur achter elkaar geschilderd. Zonder eten of drinken. Dat moest klaar. Alleen de vlokjes? Alleen de vlokjes, ja. Dan is dit het voorjaar. Onder de vensterbank ziet u de bloemetjes. En aan beide kanten van het raam de bloeiende fruitbomen. En die huizen op de voorgrond met die torentjes, dat waren volgens hem Friese stinsen.
landhuisjes. Er zit ook nog een bordes voor, ziet u wel? Dat is een hele deftige. Voor de oorlog heeft hij een tijd lang in Den Helder gewoond en de zomerwand is een herinnering aan die tijd, dat is het strand bij Den Helder. En daar vertelde hij zelf altijd bij, er liggen alleen maar vrouwen en kinderen op het strand, want mannen moeten werken. Er is maar één man op het strand, ziet u wel, daar in de hoek met die olifant. Maar die doet zijn werk, want dat is een van een circus. En zijn voorkeur ging uit naar rondborstige vrouwen en dat heeft hij ook heel goed uitgedrukt. Daar hebben zelf de koeien een tik van meegekregen. Maar hij was van beroep melkvaarder. Hij moest het dus verdienen met de melk en alles wat belangrijk voor hem was, dat schilderde hij groter. Dat kunt u ook heel duidelijk zien aan die autootjes. Die waren er, die heeft hij dus wel geschilderd, maar die waren voor hem absoluut niet belangrijk. Die vrouwen op de achtergrond zijn veel groter dan de auto's. Hij heeft in Den Helder een tijd lang samengewoond met een vrouw. En het badpak en ook het robuuste van haar kunt u in elk van deze dames weer terugvinden. Maar verder een boerderij in vol bedrijf. Ze zijn bezig het hooi binnen te halen. Hij was wel dol op dieren, hè? Ja. Vogels vooral. Daar zit u ook een ooievaar op nest met jongen. En dan is dit de herfst. Met een grote vogeltrek. De vogels zijn extra onrustig, want de buizerd hangt erboven. Oh ja. Ja, en dan die grote waterplas. Ik persoonlijk vind deze kant altijd het mooist. Ik vind die kleuren prachtig. De kleur is ontzettend mooi. Ja. Hij heeft alles geschilderd met gewone synthetische lakverf. Hij noemde het zelf fietslak. En hij mengde nooit kleuren. Hij bereikte dus dit effect door steeds met kleuren over elkaar heen te strijken. Het enige wat hij nu en dan eens gebruikte was wat terpentine. Kijk hier zo omheen, dat heeft hij bewerkt met een kwastje met terpentine. Dan had hij het al op de muur geschilderd, dan ging hij er nog even bij langs om het wat te laten uitvloeien. Hij maakte van tevoren ook nooit een schets, hij begon zomaar ergens. En het is verschrikkelijk knap om dan van zo'n wand één geheel te maken. Hij had een enorm gevoel voor vlakverdeling, want ook al het feit dat hij halverwege de muren begonnen is met lucht te schilderen. Je staat er nu boven, je kijkt er overheen, dit werkt verruimend. Was het allemaal een halve meter hoger opgetrokken geweest, was het hele effect weg geweest. Want dan was het benauwend geworden, was het op je toegekomen. En dat heeft hij aangevoeld, want er is niemand die hem dat verteld heeft. En bovendien, hij was ook veel te eigenwijs om ook maar iets van een ander aan te nemen. Maar hij heeft nooit geen tekenles of zo gehad, hè? Nee, helemaal niks. Hij tekende zelf ook nooit. Ik heb hier nooit een potlood bij hem gezien, bijvoorbeeld. Wat ook verruimend werkt, is dat hij het plafond meegenomen heeft. Ja. Dat geeft ruimte. En dit is de herfst vanuit de zomer. Hier is alles nog groen. En ziet u wel, het loopt langzamerhand af in kleur. En daar kunt u zien, het wordt koud, het loopt weer naar de winter. Ik vind dat een prachtig hoekje. De kleur van het water is anders geworden. Ik vind dat trouwens heel erg mooi, want het is nog de echte ouderwetse manier om het land te bemesten. Met al die hoopjes. Oh, die ze... Dat was me nog niet opgevallen, ja. Dat het hoopjes waren. Ja, en dat komt zo uit de stal, hè? Ja. Het stro zit erin, dat is heel duidelijk te zien. Dat is echt een mest. Hij heeft over deze kamer bijna 5 jaar geschilderd, maar had inmiddels toen ook het hardboord ontdekt. Hij is toen doorgegaan op hardboord en hij heeft nog een 200 schilderijen gemaakt. En die heeft hij praktisch allemaal verkocht of weggegeven. En na die televisieuitzending kreeg hij ontzettend veel aanloop. Er kwamen ook wel nieuwsgierigen, maar daar had hij gauw mee afgerekend. Maar de liefhebbers van Naïven, die kwamen hier echt in grote getalen naartoe om te kopen. Hij kreeg toen ook wel opdrachten en hij vond die belangstelling prachtig. Dat kunt u ook wel zien aan die foto's. Ja. Die zijn door de pers genomen. En als er een persfotograaf geweest was, dan kreeg hij de originele foto. Dan deed hij er een lijstje omheen. Hij pakte een dikke spijker en dan kwamen ze hier zo in zijn wandbeschildering te hangen. Klokje heeft hij ook even meegenomen, zo'n koekoeksklok. En zijn vazen en zijn flessen. Dit vind ik heel erg geestig gevonden. Kijk, hij heeft het glas als water gebruikt en de voorstelling erop geschilderd. Het zijn allemaal vissen. Er staan mensen te vissen. Hier zwemmen nog een paar.
En een bootje, een roeibootje met mensen. Maar de bodem is ook beschilderd, de paling zit in de modder. En dat lucht nog weer boven, de dop is helemaal blauw gemaakt. Grappig is ook dat het roeibootje, dat drijft dus aan de oppervlakte, dat zit ook hoog. En die mensen die zwemmen, die zitten diep. Die zitten diep, ja. En dit vind ik erg knap. Dit is de doorsnee van een boom, met de jaarringen. En de insecten nog in de bast. Hij was veel in de natuur, maar hij had zijn oren en ogen ook wagenwijd open. Zo'n kern bijvoorbeeld zit nooit in het midden. Door de warmte en het licht groeit een boom aan de zuidkant altijd meer. Dat heeft hij hier heel duidelijk gemaakt. En daaronder nog een keer. Hier staan nog klokjes. Die heeft hij gemaakt van luciferdoosjes. Allemaal doosjes in elkaar geschoven. En de rest, dat is figuurzaagwerk. Hier staat nog een kolenschepje. Ook een landschapje. Ja, leuk hè. De zon schildert hij altijd wit met een rode stip erin. Daar heb ik hem eens een keer naar gevraagd waarom hij dat zo deed. En toen zei hij van, nou, de zon is zo. Dus daar waren we heel gauw over uitgesproken. Logica. Dat is de schoenen. Dat is een hoofdstuk op zich. Hij had een hele serie van deze plastic schoenen gekocht op de markt in Leeuwarden. Die heeft hij allemaal beschilderd, die heeft hij ook allemaal verkocht of weggegeven op dit paar na, want deze droeg hij als hij uitging. Als hij bijvoorbeeld naar Leeuwarden ging, droeg hij deze schoenen. En aan die schoenen is ook weer heel duidelijk te zien dat hij het voor zijn eigen plezier deed. Ziet u wel, de voorstelling is naar hem toegeschilderd. Elke stap die hij deed, kon hij het goed zien. Kon hij zien wat erop stond. Grappig is ook dat hij alles signeert met schilder RW. Dat is om misverstanden te voorkomen. Zie je wel, weer die zon. En alles wat hier verder in de kamer staat, dat was dus van hem. Zijn trekharmonica staat daar. Daar speelde hij ook echt leuk op. Er staan ook boeken. Ja. Er staan ook een paar boeken tussen over naïven. Een over Grandma Moses en een Duits boek, Naïeve Malerei. Die heeft hij gekregen van mensen die hier vaak kwamen. Maar dat nam hij voor kennisgeving aan. Beleefdheidshalve bladerde hij er eventjes doorheen en dan zei hij van, nou, het zal wel goed zijn. Hij stopte ze in de kast, hij keek er nooit weer naar. Ik heb er net ook even ingekeken. In één boekje, het voorste boekje, daar staat hij zelf ook in. Ja, dat is een boek van de maand geweest. Dat is Naïeve Schilders zien ons land. Daar staat hij zelf in. Dat vond hij ook niet zo'n... Ja, dat vond hij wel prachtig. Ja, natuurlijk. Maar dat is ook mooi. In dat boek wordt hij dus ook beschreven. En daar staat in dat de schilder een fout maakt op een van zijn schilderijen. Een boot op zee en de wind waait in de zeilen en de vlaggen waaien de andere kant uit. Hij trok zich over het algemeen nergens van geen enkele kritiek wat aan. Maar dat vond hij toch wel heel erg vervelend, want dat stond gedrukt en dat las iedereen. En het stond duidelijk bij dat fout was. Hij heeft toen op zijn zomerwand, waar die boten dus daar varen, ja, heeft hij alle wimpeltjes weggeschilderd. Dat is een leuk verhaal. We hebben hier één schilderij waarop heel duidelijk blijkt dat dat vlak na die kritiek geschilderd is, want dan gaat de wimpel de goede kant uit. Maar later is hij, of hij is het vergeten, of hij dacht van nou ze kunnen mij wat, dat weet ik niet. Maar dan gaat de wimpel wel weer de verkeerde kant uit. En dat vind ik juist prachtig. Op de schoorste mantel liggen zijn bril en pijp en portemonnee nog. Zijn bijbeltje staat er nog. Zijn pruimtebak staat er. En er staat een grote pot met boerenjongens. Die maakte hij altijd zelf. En als er mensen kwamen, dan kregen ze een glaasje. En ik heb eens een keer dat recept van hem gekregen. Dat was zo leuk. Daar hebben wij fotocopieën van laten maken. En al onze bezoekers krijgen het recept mee van de boerenjongens van Ruud Wiersma. Lekker. Het is een eigen handschrift. En die geachte buurvrouw ben ik dus. Dit is puur fantasie. Dit noemde hij de jungle. Allemaal wilde beesten en Arabieren op kamelen. Grappig is dat hij hier drie middelen van vervoer heeft.
Een schip, het schip der woestijn en het luchtschip. Ja, vreemde combinatie eigenlijk, hè? Ja. En die kastjes heeft hij dus ook nog eventjes meegenomen. Daar komt de zon ook wel overduidelijk op. Ik vind ook zo leuk, die olifant met die strepen. Ja, maar daar heb ik een uitleg gehad van een kind van 10 jaar. Oh ja? Ja, want iedereen die zegt dus, die olifant heeft strepen, een zebra-olifant, zeggen ze dan. Maar dat kind zei van, hoe komen jullie erbij? Dat zijn geen strepen, een olifant heeft rimpels en dat bedoelt hij. Dat is slim, zeg. Ja. Zo zie je maar weer, hè, dat kinderen het vaak beter weten dan, en begrijpen dan wij wat hij getekend en geschilderd heeft. Dat hij maar één huisje eigenlijk in gebruik had, hè? Terwijl het er eigenlijk 2 zijn. Hè? Ja, hij kwam daar nooit. Het stond leeg en hij kwam daar nooit. Het andere huisje was dan ook helemaal vervallen. En dat is dus 5 jaar geleden door de stichting opgeknapt. En dat is expositieruimte voor zijn schilderijen geworden. Hier in de bedstee hangen ook 4 schilderijtjes. Dat zijn ook de 4-jaargetijden. Dat spreekt eigenlijk helemaal voor zich. Het zijn ook weer allemaal vogels en beesten en bloemen en kinderen. Het zijn heerlijke kleurtjes, hè? Ja, dat is ook een kenmerk van ja. Naïven. Felle kleuren, pure kleuren. Ja. En dit is zijn bekendste schilderij, de Hof van Eden. Hier heeft hij veel van gemaakt, want hier is veel vraag naar geweest. Hij zag de hof als een cirkelvormige tuin en dat komt op al die schilderijen voor. Maar de kleuren, de achtergrond, de opstelling is steeds anders. Hij bouwde ze elke keer opnieuw op. Ik denk dat hij hier wel 20 tot 30 van gemaakt heeft, maar er zijn geen 2 gelijk geworden. Grappig is, hij heeft alle soorten fruit aan dezelfde boomstammetjes. Ja. Citroenen, appels, bananen, druiven en pruimen, alles hangt aan diezelfde boomstam. En Eva is hier ook weer ruim bedeeld. Zie je het, ja. Alle 3, hè? Ja. En weer de zon. Dit is ook een Bijbels verhaal. Dit zijn de 3 jongelingen in de vurige oven met de engel. En een oven walmt en rookt. Ziet u die muur daarboven? Het is helemaal knalrood. Geblakerd. De stokers zijn gestorven van de hitte. En dit zijn koning Nebukadnezar en zijn vrouw. Die hebben dus opdracht gegeven om die mensen te verbranden. Kijk, die lopen hier ook achterloos aan voorbij. Maar die andere mensen staan vol verbijstering daarnaar te kijken. Ik vind dat zo knap om dat op zo'n eenvoudige manier allemaal duidelijk te maken, hè? En de warmte straalt je toch tegemoet vanuit je oven. En die kolen die daar liggen en die scheppen. Dit schilderijtje dat is zijn kijk op bergbeklimming. Dat is een camping in de bergen. Nou, en dan loop je maar naar boven, hè. En dan zwaaien als je boven bent. Hij is daar natuurlijk nooit geweest en daarom vind ik het zo knap. Hij heeft een boomgrens aangebracht. Er ligt sneeuw op de bergen. Hij heeft ook het eilen in de lucht geschilderd. Daar mist de damp uit, heeft hij mij verteld. Hier is het feest. Dit schilderij heeft hij gemaakt voor een buurmeisje wat ging trouwen. Dat heeft ze gekregen als huwelijkscadeau. Dat hebben we dus in bruikleen weer terug. Alles wat hij beter kende of liever had, dat schilderde hij groter. Vandaar dat de bruid hier een stuk groter is dan de bruidegom. Hij kende de bruidegom niet en bovendien kwam die ook nog uit de stad. Dus dat kon nooit zo ver bijzonder zijn in zijn ogen. Achter die auto staan de wederzijdse ouders, ook in feestkleding. En 6 nieuwsgierige buurvrouwen staan in het hoekje. Duidelijk buurvrouwen. Ja, ja. En de fotograaf staat ervoor. Maar wat hij hier ook nog vertelt, kijk, ze woonden hier in Bedaard in een gewoon huis. En via het gemeentehuis kwam ze terecht in de stad, in een flat. Ja. Dat was ook niet zo best, dat kunt u ook heel duidelijk zien. Wat ook zo grappig is, kijk, al die mensen in een flat moeten door 1 deur.
Dat moet dus een enorme deur zijn. Ziet u wel? Het is een hele grote deur, ja. Hij beslaat zelf. Het lijkt wel een gevangenis. Ja, maar zo dacht hij er ook echt over. Ja. Grappig is ook, kijk, hier is nog groen omheen, om dat huis. Er staat nog een hele grote bloembak voor. En daar in de stad, bij die flat, is alles grijs en steen. 1711 staat er op het gemeentehuis. Dat is het jaartal. Want een gemeentehuis wat zichzelf een beetje respecteert, moet een jaartal hebben. Het gemeentehuis lijkt dus ook niks op het gemeentehuis in deze gemeente. Het is allemaal, dat is allemaal fantasie. Grappig ook. En die, vaas, die potten met bloemen voor de ramen in het gemeentehuis. Met, ja. met die broekgordijntjes en zo. Het is een heel vrolijk gemeentehuis. Ja. Ja. Met ook nog zuilen, ziet u wel. Ja. Beide kanten van de zuil. En twee mannetjes op dak, ter opluistering. Vlaagje. Ja. Met wimpel. En de burgemeester staat er ook nog, ziet u wel, daar achter de bruidegom. Met de hoed op. Ja. Dit zijn weer Bijbelse verhalen. Dit is de val van Sodom en Gomorra. Kijk, toen regende het vuur in zwavel. Lot vertrekt met zijn gezin en Lot zijn vrouw kijkt nog even om. Of zo hij vertelde, ze zwaaide nog even om. Bij slotverrekening had ze een buurvrouw gehad natuurlijk. De herten vluchten het bos in. En die brand, is die brand niet prachtig? Heel mooi geschilderd. Ja. En dat mooie Hollandse stadje wat daar staat te branden met flats ertussen. Ja, prachtig. En toch raar, hè? Die bergen erachter weer, hè? Heeft toch eigenlijk niks Nederlands, hè? Nee. Dit zijn David en Goliath. David met de slinger, Goliath met zwaard en schild. Ziet u wel, de steen is onderweg. Ja. En David heeft de harp zo lang maar even tegen de boom gezet. Had hij de handen vrij. En op dit moment kon David dus ook niet op de kudde passen. Ziet u wel, die dwaalt ook alle kanten uit. En dan dat verheerlijkte gezicht van Goliath, van wat kan mij gebeuren? Op dit schilderij is trouwens iets heel aparts. Want kijk, dat groen, dat heeft de vorm van de Davidster. Was me nog niet opgevallen. En ik denk dat dat louter toeval is. Ik weet het niet. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat dat echt met opzet zo aangebracht is. Maar het zit er duidelijk in. En dit schilderij vind ik ook heel bijzonder. Dit is de kruisiging en hier vertelt hij de hele geschiedenis op. Kijk, het werd nacht en slecht weer. En de voorhang van de tempel scheurde, dat heeft hij opgelost door de bliksem in de voorgevel van de kerk te laten slaan. Maria en Johannes waren aanwezig. Romeinse soldaten, Caiaphas, de hoge priester, en de graven gingen open. Zelfs de stok met de spons staat nog tegen het kruis. Maria viel ter aarde en de moordenaar ter rechterzijde werd behouden. Die was dus een stuk belangrijker dan die andere. Ziet u wel dat die ook een stuk groter geschilderd is dan die andere? En het is veel stemmiger van kleur. Knap om op zo'n hele geschiedenis op zo'n klein stukje hardboord kwijt te raken. En dit is ons pronkstuk. Dit is het eigendom van het diakonessenhuis in Leeuwarden. Dat heeft hij geschonken na een operatie. Jarenlang heeft het gehangen daarvoor in de hal. Maar in november 84 is het hier gekomen. Want toen is dit schilderij gebruikt voor een van de ansichtkaarten bij de kinderpostzegelactie. 11 stedentocht door Bedaard. Het moment dat ze hier voorlangs rijden. Ziet u, dit rijtje huizen is aan deze kant van het water, van het café naar de molen. En die mensen voor de huizen, dat waren voor hem de bestaande buren. Of eigenlijk alleen maar de buurvrouwen, want mannen moeten immers werken. Hè? Maar in het tweede huis woonden toen jongelui die hij absoluut niet mocht. Nou, die tweede links? Ja. Die heeft hij er ook niet voor gezet, heeft hij de vorige buurvrouw maar genomen. En dit ben ik.
Met mijn groene jagerscape aan. Hij hield van aparte kleren, hij vond die cape ook mooi. En dat vertelt hij hier ook. Moet u maar eens zien, al die andere vrouwen die hier op dit schilderij staan, dragen rokken met bloesjes of truien. Ik ben de enige met de jas, in dit geval dus die cape aan. Het is de oude draaibrug die open staat. En bij het café loopt de straat een beetje af. Dat is heel duidelijk aan die auto te zien. Ja. En aan de andere kant van het water zijn die overtuintjes. De straat loopt tussen de huizen en de tuintjes door. Maar wat een tempo zit hierin, hè? Zijn eigen huis staat er niet op, hè? Want er staat erachter eigenlijk, hè? Ja, kijk, hier is de steeg. Ja. Ja, daar heeft hij wel vaker vraag naar gehad waarom hij zijn eigen huis er niet op zette. Toen vertelde hij, dan had het schilderij minstens een meter breder moeten zijn, want dan had die hele steeg erop gemoeten natuurlijk, hè? Dus dat kon hij niet doen. Dat wilde hij niet doen, want dan werd het te breed. Een van de kenmerken van zijn werken is dat het leeft altijd. Je kunt zien, er zit actie in, iedereen doet wat. Kijk, die kinderen, ze zijn allemaal in beweging. En hier staat wel zijn volledige naam onder, hè? Onder deze. Ja, maar ik denk dat dat op verzoek van het diaconessenhuis geweest is, hoor. Want hij deed het nooit. Hij liet het zelfs zijn naam weg als hij een schilderij normaal weggaf. Dit is Jona in de walvis. Kijk, Jona is net overboord gekieperd. En om het verhaal alvast compleet te maken, die vissen lagen er al. Hij hoeft alleen maar naar binnen te glijden. En dat lukt best als je dit zo bekijkt. Wat erg grappig is, dat die zeelui en Jona ook, ze dragen allemaal gele oliepakken en laarzen en zuidwesters. Dus helemaal verpakt in plastic. Als je daar nou eventjes op doorbeduurt, dan is het geen wonder dat Jona onverteerbaar was. Ja. Maar dit is dat schilderij waar hij dus die wimpel de goede kant op heeft. Ziet u wel? Ja. Dit heeft hij dus vlak na die kritiek gemaakt. En dit stuk zijn we verschrikkelijk blij mee. Dit is gevonden in een huis waar hij eerder gewoond heeft. Dit is dus ouder dan alles wat hier verder is. De gemeente had het huis gekocht om het te restaureren. En toen kwamen ze ons waarschuwen. Er zat nog een stuk onder de schoorsteen. Wij mochten dat eruit halen, maar dit is een zinken plaat. En wij waren bang dat het er niet goed uit zou komen. Het is ertoe vrij redelijk uitgekomen, maar het moest wel gerestaureerd worden. En er was geen geld, dus het heeft 2 jaar op zolder gelegen. En in mei dit jaar is het hier geplaatst. Die zijstukken hebben we erbij gekregen. Dit stelt voor het uitbreken van de oorlog. Hij woonde toen in Den Helder. Kijk, de marine ligt op zee. Vliegtuigen allemaal in duikvlucht. Wat heel apart is, dat hij dus hier in de duinen allemaal wilde beesten geschilderd heeft. Olifanten aan de neushoorn. En dat weet ik echt niet waarvoor dat is. Het is wel heel typisch dat op zijn schilderijen die iets met Den Helder te maken hebben, dat daar altijd wilde beesten op voorkomen. Kijk, de matrozen staan op het dek. Maar dit is ook een beetje dreigender van kleur, hè? De zon is ook ietsje anders. Er zit geel in. Het is ook niet zo fel, hè? Nee. Het is natuurlijk ook wel een beetje dreigender geworden, omdat er een beetje rook en roet ingetrokken is. Maar we zijn hier verschrikkelijk blij mee. Kan ik me voorstellen. Hier staat nog een kolenkiet. Die heeft hij beschilderd voor buren die 25 jaar getrouwd waren. Ter ere van hun 25-jarige echtvereniging. Dit is de grote stad. Met flats, ziet u? En het loopt ineens over in het platteland. Maar deze mensen kwamen uit Amsterdam. En die zijn hier komen wonen. Vandaar dus deze voorstelling. Kijk, ze zijn getrouwd in Amsterdam. Ja. Weer die open ramen in de schuur. Weer die boeggolf. En weer die flats met die grote deuren. Het is bijna dezelfde als die op het andere schilderij staat, ja. Hè? Met de oranje deur erin, ja.
Met een prachtig fantasie, het gemeentehuis. Hij was van beroep melkvaarder. En dat vertelt hij elke keer als hij een boerderij schildert. Want dan komt er een stoep met melkbussen bij, een bootje en een karretje om de melkbussen aan te voeren. En wat heel apart is, altijd grote openstaande ramen in de schuur. Dat weet ik ook niet zeker waarvoor dat is, maar hij had astmatische bronchitis en ik denk dat het daar iets mee te maken heeft. Frisse lucht. Hij schildert ook altijd een grote boeggolf voor de zwanen en de eenden. Dat drukt ook weer beweging uit. Je kunt zien ze zwemmen. En de kippen worden mild gevoed. En dit is een stuk van de ledikant. Dat is van ons. Dat ledikant heeft hij een keer gebruikt toen hij ziek was. En toen hij weer beter was, kregen we het zo weer terug. Dat is onze boot. Wij hebben geen zeilboot, maar hij vond de zeilboot mooier. Dus hij heeft er een zeilboot van gemaakt. Voor op de boot sta ik en mijn man staat in het stuurhuis. En die verhouding ligt ook wel een beetje anders. Duidelijk verschil. Ik kom hier goed uit de verf, hè? Ja. Gelukkig heeft hij hier de vlag, dat wimpeltje, ook weer de verkeerde kant uit. Daar ben ik heel erg blij om. Hij heeft de Franse vlag erachter geschilderd. Hij hangt niet goed, het blauw hoort aan de stok, maar het is de Franse vlag, want wij waren die zomer met vakantie naar Frankrijk geweest. Niet met de boot, maar we waren daar. En dat vond hij ook leuk om dat eventjes te vertellen. Ziet u weer die grote boeggolf? En zijn bomen, ik vind zijn bomen prachtig. Prachtig zijn ze, ja. Zo vogelaar en die gedraaide stammetjes. Ik vind ze prachtig. De rest van het ledikant had hij groen geschilderd. Dat hebben ze maar weggegooid. En dit is volgens kenners een van zijn beste stukken. Wat kleur en compositie betreft en ook de sfeer die er vanuit gaat. Dit is echt een stemmingsschilderij. Zo nu en dan had hij er zoiets tussen. Het is dus niet dat hij later deze stijl aannam, maar in een bepaalde stemming deed hij zoiets. Hier heeft hij ook weer gewerkt met terpentine, ziet u wel? Landschap bij nacht. De maan schijnt, maar het is vlak voor zonsopgang, want de hemel wordt licht en het water gaat lichten. Dat heeft hij ook vaak gezien, 's morgens vroeg met zijn melkboot op het water. Kijk, het is melkestijd, de boer gaat melken, dus hij is in aantocht met zijn boot om de melk op te halen. En alles slaapt nog, hè? En alles slaapt nog, die zwanen. Ik vind dat ontroerend, hoe die daar liggen. Maar die koeien geloof ik ook, hè? Ja, die liggen, hè? Ja, enkele koe die is dus bezig. Dan kun je echt zien dat ze zich strekken. Maar de meeste liggen nog. En dit is IJsbret. Ook in de winter, als het sneeuwt, staan de ramen van de schuur wagenwijd open. En weer die stoep met die melkbussen. Nu heeft hij de boot vervangen door de slee. Dat is hij zelf. Weer een grote sneeuwpop. En wat dit schilderij erg mooi maakt, wat een hele hoop ruimte geeft in dit schilderij, is dat blauwe randje boven die sneeuwwolk. Wilde ik net zeggen, ja. Dat is heel apart. Ja, dat doet hij bij elke keer als hij een sneeuwlandschap maakt, dan komt dat blauwe randje boven die sneeuwwolken. Ik vind dat prachtig. Ja. En sneeuw dwarrelt, dat kunt u ook heel duidelijk zien, hè? Ik vind het erg mooi. Ja. Deze kleuren zijn ook zacht. En dat komt misschien ook wel omdat die sneeuwstippetjes er allemaal op zitten. Maar ik vind deze ook heel erg mooi. Die grote moeder weer. Want moeder is ook belangrijk. Met die slee. Met 8 kindertjes erop. En er is nog plaats genoeg. Hij heeft zichzelf achter de melkslee ook niet zo groot getekend, hè? Nee. Nou moet ik ook zeggen, omdat hij dus over het algemeen al de neiging heeft om vrouwen groter te schilderen dan mannen. En als je dan ook nog belangrijk voor hem bent, word je extra groot. Hier boven de deur, dat is een storm op zee bij nacht. En daar kunt u ook weer heel duidelijk zien, de wind zo in de zeilen en de vlaggen net de andere kant uit. En dat is ook... Dat is puur naïef, want een kind zal ook altijd de vlag naar achteren tekenen. Ja. Wat ook prachtig is, die mannetjes in die stuurhuizen, ten voeten uit, hè? Met schoen en al.
hoe klein dat hij ook is, hè? Daarboven ook. Ja. Het mannetje in zijn totaliteit achter het stuur. Ja. En dit schilderijtje hebben we gekregen van mensen die veel van hem gekocht hadden. Die schonken dit bij de opening van het museum terug. Dit zijn bloembollenvelden met Amerikanen. Amerikanen. Die grote witte hoed en het witte pak. Ja. Voor deze zwanen geen boegolf. Want dit is geen open water, dit is een vijver in die tuin. Hier zwemmen ze dus niet, hier dobberen ze alleen maar. En dit is een heel apart schilderij, die kerk. Hij was echt een natuurmens, dat blijkt uit alles. En om deze kerk is absoluut niks wat leeft. Geen vogeltje, geen bloemetje, geen graspriet, niks. En dat heeft alles te maken met zijn verhouding tot de kerk. Hij was op zijn eigen manier gelovig, maar hij moest absoluut niks meer van de kerk hebben. Van huis uit was hij gereformeerd. Hij heeft vroeger verkering gehad met een hervormd meisje. En beide kerken hebben zich daar uitbundig mee bemoeid. Het meisje is afgevoerd naar Den Haag en die heeft hij nooit weer gezien. Hij was toen verschrikkelijk boos, kwam niet meer in de kerk. Maar dat was natuurlijk ook weer niet goed. Dus hij kreeg de kerk weer op zijn dak. Ze hebben toen verschrikkelijk ruzie gehad. En het eindresultaat was dat ze hem uit de kerk gezet hebben. En als je het bij hem bedorven had, dan had je het voor altijd bedorven. Dan kwam dat nooit weer goed. Hij vertelt dus hier op dit schilderij dat de kerk voor hem op de vlakte stond. Op de stenen. Die was koud. Die was dood. En die zat ook helemaal dicht. Ziet u wel? Er is niks wat open staat. Dit is ook het enige schilderij waarop hij werkt met schaduw. Hij werkt nooit met schaduw. En kijk, hier om de rondom je valt helemaal schaduw. Dat is dus heel duidelijk. Is hij vanaf die tijd ook nooit meer getrouwd? Hij heeft toen in Den Helder nog een tijd lang samengewoond met een vrouw. En ik denk dat hij nog wel vaker een meisje gehad heeft, maar hij is nooit getrouwd, nee. En hij heeft dat meisje tot het laatste toe zijn grote liefde genoemd. De kleurtjes van de ramen zijn wel mooi, hè? Het glas en lood. Ja, de buitenkant van de kerk is erg mooi. Ja. Ja. Typisch is dat, dus, dat dit glas en loodwerk hier in deze omgeving niet voorkomt. Dat hij bundiger niet. En zo'n roset helemaal niet. Het is duidelijk een hervormde kerk. Ja. Met het Fries zadeldak. Dat zijn alleen maar hervormde kerken. En zulke kerken staan nooit op een plein. Daar is een kerkhof omheen. Of ze staan bovenop een terp. Of een plantsoen eromheen. Ze staan nooit zo op de keien. Dit is ook een, vind ik zelf ook een heel mooi schilderijtje. Dit is ook weer zo'n stemmingsschilderijtje. Sneeuw in de nacht. Ik vind het erg mooi. Het is zo verstild. U ziet daar weer dat mooie blauwe randje boven de wolken. En de ramen van de schuur staan wagenwijd open. Ook in de nacht in de sneeuw. Daar gaat een rust van uit, hè? Ja, ja. Ik vind het heel erg mooi. Ja. Dat wazig ook op de voorgrond. Die sfeer heeft hij prachtig getroffen, want als het sneeuwt... Dan in de sneeuw is ook donkerder, hè, dan normaal, ja, zoals je de sneeuw tekent. Ja, de sneeuw is niet wit, de sneeuw is grijs. Ja. En dit is de Zesdaagse Oorlog in Israël. Hier ziet u het Israëlische leger, het Suezkanaal en Egypte met de piramides. Hier ziet u ook weer een rijtje gewone soldaten en daarvoor loopt de meerdere die de helft groter is. Overigens is dat een hele hoge, want die heeft ook nog een dubbele rijknopen. Maar wat mij treft in dit schilderij is dat je zo duidelijk kunt zien wiens partij hij koos. Het is in de eerste plaats al geschilderd vanuit Israël. Hij stond aan deze kant. Hier in Egypte is geen mens te zien. Hier staan wel twee tanks, maar die staan er volkomen nutteloos. Kijk, die loop hangt zelf naar beneden. Ja. En hier in Israël is het een en al actie. Ze schieten, ze marcheren. Ze hebben hier zelfs amfibievoertuigen. Ze kunnen zo naar de andere kant varen. Succes voor Israël zit hier helemaal in verwerkt. Ja.
komt hij erbij om zoiets te schilderen? Om dit tafereel te schilderen? Hij was heel erg onder de indruk van die Zesdaagse Oorlog. Dat Israël toen in een paar dagen tijd afrekende met die hele bubs daaromheen. Daar was hij heel erg van onder de indruk. Hield hij zich daarmee bezig, op politieke aangelegenheden? Nee, maar hij was wel op de hoogte van. Ja. Hij had televisie, hij keek dus wel naar het nieuws en zo. En ja, sommige dingen interesseerden hem dus. Maar dat hij echt zich met politiek bezighoudt, nee. Nee. En dan hangen hier nog twee interieurs. En hier staat alles op wat hij gemist heeft. Een vrouw en de huiselijkheid en de gezelligheid daaromheen in de vorm van grote warme kleden, enorme vazen met bloemen en tafeltjes afgeladen met fruit. De overvloed vertelt dus dat dat erg belangrijk voor hem geweest is. En vooral de laatste jaren heeft hij er vaak over gesproken dat hij graag een vrouw had willen hebben. De worteltjes aan de bloemen in de vazen. En dit tafeltje met fruit is toch een schilderij op zich. Is dat niet prachtig? En de kleuren, hè? Dit schilderij heeft hij helemaal in geel uitgevoerd en dat in rood. Het is heel erg goed. Maar als je hem daar nou gevraagd had, had hij gewoon gezegd van, oh, dat vind ik mooi. Ja. Het komt allemaal van binnenuit. Het is, En gordijntjes heeft voor hem ook iets gezelligs, ja, hè? Ja, ja. Bewerkte gordijntjes ook nog met stippeltjes en zo. En dan hebben we alles gezien van Ruud Wiersma. Een interessante man, maar toch een gewoon mens. Net zoals u en ik en mevrouw Middelkamp, die wij bij deze hartelijk danken voor haar rondleiding.